Hey mensen, welkom bij mijn YouTube kanaal Steven. Abonneer op mijn kanaal, like deze video, dus zeker een duimpje omhoog. Laat een commentaar beneden en een reactie. Als jullie me nog niet volgen op TikTok niet. Instagram, dan is dit mijn Instagram, @deprinsvangeel. Dus ga het zeker even volgen. We gaan een Q&A doen. Ik heb vraagjes gesteld. Ik ga de vragen er even bij. Alleen de vragen. De video waar ik de vragen gesteld heb. Die komt nu in beeld. Dat weet je wel. Mensen, het is eigenlijk weer eens een oproepvideo voor een Q&A. En deze keer ga ik proberen de Q&A ook op TikTok te doen. Maar ga zeker even hier in de comments wat vraagjes stellen. Mag over van alles zijn. Mag over dit, mag over dat, mag over mijn leven zijn. Waar ik werk. Dus stel gerust jullie vraagjes hier even in de balk en dan zie ik jullie in een Q&A video met jullie vragen. Ja, dus de video is in beeld geweest. We gaan de vraag beantwoorden. De eerste is, sorry papa, Steven, ik heb geen vraag. Ten eerste, ik ben uw papa niet. Ten tweede, ik ben nog te jong voor papa te zijn, denk ik eerder. Zoiets moet je natuurlijk niet zeggen, ik neem het u niet kwalijk. Je kunt wel eens grappig doen, dat maakt mij niet uit. Dan de tweede vraag is, waar werk je? Ik werk in een rusthuis in Geel. Nu, ik ga niet zeggen welk rusthuis, want dat is niet de bedoeling dat ik dat rusthuis ga zeggen. Dus dan weet je dat ik in een rusthuis in Geel werk, maar welk rusthuis, dat weet ik. We mogen jullie niet weten. Heb je Jana al in het echt gezien? In december zien we elkaar in het echt. 2 december. Ja, 2 december om 2 uur. Hey, goed gevonden, hè? Wat doe je voor werk? Ik werk in een rusthuis en ik werk ook in het atelier. Dus, ik doe ook de bestellingen en het eten, dus bij een bepaald bedrijf. Wat doe je in je dagelijks leven en wat doe je van werk? Wat ik dagelijks leven doe is eigenlijk YouTube-video's, TikToks, Instagram. Ik ben eigenlijk een soort van influencer. Of content creator, om het beleefd te zeggen. En dat is mijn dagelijkse routine. Ik maak elke dag video's voor TikTok, Instagram, YouTube. Soms ook op Twitch streamen, maar dat hangt er vanaf. En als ik vrij of als ik nu een paar minuutjes vrij heb, dan durf ik wel eens live streamen op TikTok. Dan weet je dat. Wat ik dan met wat voor werk doe, ik doe eigenlijk, zoals ik al gezegd heb, werk ik in een rusthuis. Ik werk door bestellingen in een bepaald bedrijf en ik ga naar het atelier. Wat is je favoriete pretpark? Als ik er dan één moet kiezen, of twee eigenlijk, dan is dat Bobbejaanland en Plopsa Station. Wat is je geaardheid? Ik val op meisjes en op jongens. Dus biseksueel. Wat zijn getinte mensen? Dat moet je niet aan mij vragen. Dat zijn, om het beleefd te houden, mensen met een iets donkere huid. Er is niks meer. Dat zijn ook super lieve mensen natuurlijk. Maar dat is een vraag die ik liever niet beantwoord. Maar uiteindelijk heb ik ze toch beantwoord. Hoeveel geef je jezelf op 10? Ik geef mezelf eigenlijk geen punten. Waarom? Ik vind dat niet nodig. Wat is je bodycount? Dat is privé. Dat ga ik niet aan uw neus hangen. Heb je tips tegen... heb je tips om te doen op TikTok? Nee, dat heb ik niet. Iedereen plaatst en maakt zijn eigen content. Dat betekent, je maakt je eigen video's. Dus ja, dan weten jullie dat pas. Hopelijk vonden jullie de video een beetje leuk. Laat het dan zeker weten hier beneden in de comments. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Dag! Ik wilde nooit violen.